Al 10 jaar doen ze dit. Elke ronde opnieuw zorgen ze voor de nodige voorraad vlaggetjes. En of Philippe Gilbert het nu oké vindt of niet, ook deze zondag zullen ze weer massaal aanwezig zijn langs het parcours. Tussen de 10 en 15 seconden duurt het voor één vlaggetje. Zo zijn het er 100.000 in totaal. Alles is in feite vandaag net voor jullie geweest. Zijn de laatste dozen de deur uitgegaan, dus dat is geen probleem. Nee, we hebben een strategische voorraad ook nog. Het beeld van de jongen die neerviel in het veld toen Tom Boonen de ronde won, staat nog in het geheugen gegrift. Wie zondag ook wint, vlaggetjes zullen er meer dan genoeg zijn.